Kenneth Vermeer kiept al een tijdje in de Verenigde Staten. Maar met de huidige technologie konden we hem videobellen vanuit de US en blikken we terug op zijn carrière, waarbij het kampioenschap met Ajax als hoogtepunt wordt genoemd. Daarvoor waren we al een aantal jaar super dichtbij het kampioenschap, derde ster. Daar waren we voor aan het vechten, iedereen, de supporters, spelers, iedereen binnen de club. Martin Jolf nu weg. Ja, klopt. Ja. Frank nam het over. Ik was zelf nog geblesseerd in de eerste periode. Ja. Daarna raakte Maarten geblesseerd en ik was eigenlijk net op tijd was ik fit, eigenlijk zonder eigenlijk wedstrijden te spelen. Kreeg ik de vraag van Frank, ben je er klaar voor om te spelen? Ik zeg, als je me nodig hebt, stijgen. Natuurlijk, derde ster was iets om nooit te vergeten. Voor veel Ajax-zieden is dat nog steeds de mooiste wedstrijd die er is natuurlijk in zo'n kolkende arena tegen Twente. Tuurlijk, we hadden dan de bekerfinale verloren. Waar we nou het gevoel hadden van dat we veel beter waren. En wij hadden al gewoon het gevoel van oké, het komt aan op deze wedstrijd. En niks kan ons gebeuren. Wij gaan deze wedstrijd gewoon winnen en wij worden kampioen. En ik denk dat we dat ook uitstraalden. En uiteindelijk in een kolkende arena, topsfeer. Wisten we het te bewerkstelligen. Is dat je hoogtepunt in je carrière? Mag je dat zeggen of niet? Ja, dat is moeilijk. Hoogtepunt, echt een hoogtepunt, tuurlijk. Als je naar de jeugd komt, je haalt het eerste. Dan is natuurlijk hetgene waar je voor speelt, is natuurlijk het kampioenschap halen in het eerste. En alles speelde daarin mee, tuurlijk. Derde ster, het was 7 jaar geleden dat hij kampioen werd. Dus iedereen hunkerde er echt gewoon naar. Ja, en dan toch even over die veelbesproken transfer. Steven Berghuis wil naar verluid graag spelen voor Ajax. Maar toen was het Kenneth Vermeer die als jongen van de club Ajax verhuilde voor Feyenoord. Waar zelfs toenmalig trainer Frank de Boer van schrok. Hij legt uit hoe het is gegaan. Ja, dan kom je op het punt. Je speelt niet en dan moet je keuzes gaan maken. En dan als, dan komt Feyenoord. Niet de eerste ploeg waar je aan denkt om naartoe te gaan als je bij Ajax bent opgegroeid en alles hebt doorlopen. Maar op dat moment kwam Feyenoord. Feyenoord speelde Europees voetbal. Feyenoord wilde groeien. En dan krijg je een belletje. Ik was toen de tijd mijn hond aan het uitlaten. Winnie belde mijn zaakwaarnemer. Hij zegt, wat ben je aan het doen? Ben je aan het rijden? Anders moet je even langs de kant gaan staan en even rustig iets aanhoren wat ik je te vertellen heb. En toen zei zo, ik heb met Feyenoord gesproken, hoe denk jij daarover? Ja, toen dacht ik zo, wow. Eerlijk gezegd heb ik daar nooit aan gedacht. Ja, en hij zegt, denk er even over na. Ik ben je met een kwartier, 20 minuten terug. Heb ik even mijn vader gebeld, over gesproken. Ja, die zei, ja, moet je gewoon doen. Er gaan verschillende gedachten door je heen, maar uiteindelijk moet je toch voor jezelf kiezen en voor je carrière gaan. Je kan niet op dat punt kan je niet gaan denken van wat gaan de supporters vinden of hoe, wat dan ook. Dus op dat moment moet je puur voor jezelf gaan en was dat voor mij gewoon de beste optie. Eerlijk gezegd bij Feyenoord nooit problemen gehad of echt haatreacties of iets dergelijks gehad. Maar voor mij was het ook gewoon zaak van, tuurlijk, je komt van Ajax. Maar als jij gewoon laat zien dat je gewoon 100% voor de club geeft, dan gaan de supporters vanzelf ook wel in de armen staan. En dat was ook gewoon mijn insteek van, geen gekke dingen, laat gewoon zien wat je kan en laat gewoon zien dat je 120% geeft voor de club. En dan gaan ze je ook wel waarderen. Nou, ik wou zeggen, want dat is je wel gelukt. Want de stempel Ajax-ziet die bestond niet meer in Rotterdam. Of oud Ajax-ziet moet ik dan dus zeggen. Dus dat heb je wel voor elkaar gekregen. Ben je daar trots op? Jawel, zeker. Je weet ook hoe het anders kan gaan in Rotterdam. maar je weet gewoon hoe de verhoudingen liggen tussen Ajax en Feyenoord. En hoe het met de supporters ligt. Dus natuurlijk, iedereen denkt van, het kan twee kanten op gaan. Maar uiteindelijk heb je het zelf in de hand. En als jij, ik persoonlijk, ik had er zelf alle vertrouwen in. Anders had ik de keuze ook niet gemaakt. En voor mij was het gewoon, laat zien, doe je best. En meer kan je niet doen. Uiteindelijk stond Vermeer 6 jaar onder contract bij de Rotterdammers, waar hij in januari vorig jaar de club verliet voor een avontuur in Amerika. En inmiddels speelt Vermeer bij FC Cincinnati, waar Jaap Stam de trainer is. Vond je het moeilijk om bij Feyenoord weg te gaan uiteindelijk? Het was dubbel. Tuurlijk, je speelde natuurlijk. Je was in beeld bij het Nederlands elftal natuurlijk. Maar ik had ook zoiets van, ik heb alles in Nederland al meegemaakt. Alles gewonnen wat je maar kan winnen in Nederland.
als je dan de kans krijgt om naar Amerika te gaan. Amerika is ook een land waar ik eigenlijk graag kwam, waar ik altijd op vakantie naartoe ging en alles. Dus het was voor mij eigenlijk alleen een beetje win-win. En ja, toen kwam het belletje van ja, tuurlijk, ik moest erover nadenken. Ja. Maar uiteindelijk, tuurlijk, na één seizoen in LA te hebben gezeten. Ik was nog niet klaar met de competitie. Ik had eerlijk gezegd niet echt de zin om al gelijk terug naar Europa te gaan. Nee. Maar waarom niet dan? Ik wilde gewoon in de competitie blijven. Ja. Niveau is goed in een competitie, weet je toch? Het is een hele open competitie. Naast profvoetballer is Kenneth Vermeer ook nog eens zakenman. Hij richt de KV Sport op, waar hij een keeperscollectie aanbiedt en samenwerkt met keeperscholen om jong talent op weg te helpen. Ik was, zeg maar, ik denk een jaar, twee jaar voor dat ik Feyenoord verliep. Was er al met de gedachte van, ik wil iets van mezelf gaan opstarten. Ik heb altijd gespeeld met handschoenen van, ja, zelfs dan met Nike. Ik heb Adidas gehad. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, ja, voor het geld doe je het niet met handschoenencontracten of zo. Dus toen dacht ik bij mezelf van, ja, waarom start ik niet iets voor mezelf? Heb ik een designer gesproken, een beetje dingen uitgewerkt. En uiteindelijk hebben we een niks aantal modellen op de markt gebracht. En persoonlijk ben ik er wel tevreden over. En, gelukkig. Ja, ik heb met bepaalde keepertjes over gesproken. Wat vinden hun goed, wat vinden hun fijn en dergelijke. En voor mij, ja, voor mij is het niet, ik wil alleen maar duur spul verkopen. Voor mij was het gewoon prijs, kwaliteit, verhouding moet goed zijn. Je moet niet te hoog in de bomen gaan zitten. Gewoon betaalbaar voor een ieder en toch wel kwaliteit willen leveren. Ja, ik probeer gewoon iets te doen ook, zeg maar, voor de keeperscholen. Gewoon dat we één keer in de maand een Zoom call met z'n allen hebben. Over bepaalde punten praten, wat hun belangrijk vinden. Wat hun aangepast willen hebben of wat hun keepertjes graag willen hebben. Dus dan kunnen we gewoon met elkaar gaan bespreken wat het beste is voor desbetreffende keeperschool. En ja, gewoon goed contact onderhouden. Het is voor mij niet, ik heb mijn handschoenen op de markt gebracht, ik wil gaan verkopen. Nee, ik wil ook een band creëren met zeg maar de mensen waar ik mee samenwerk.